Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik de wagens laten zien voor het Bloemencorso Zundert 2023. Daar ga ik er een beetje mijn mening over vertellen. Daar heb ik best wel veel zin in. Nou, dus laten we dat gaan doen. Beginnen we met de eerste wagen van Buurtschap Stuyvesant, de Jersey Devil. Het is een soort demoondraakachtig. En je ziet ook, denk ik, een soort van touwen eraan, alsof hij wordt vastgehouden. Dat hij niet, of hij mag niet loskomen, of die touwen hebben ze dat hij beweegt. Want ik denk wel dat hij dan wordt vastgehouden, omdat je ook mensen echt zo ziet trekken. Ik vind deze wel cool. Ik denk dat deze heel eerlijk, middenmoot, dus ongeveer tiende, misschien iets hoger, gaat eindigen. Maar ja, dat is tot nu toe mijn mening. Ik ga later ook nog een andere video maken dat ik echt mijn mening over de prijzen ga laten horen. Hoe zeg je dat? Laten weten. Ja, oké, okay, top. Naar de tweede wagen van Buurtschap Achtmaal. Die heet Revolution. Het is een Franse naam. Je ziet ook Franse vlaggen erin in de wagen. Het lijkt alsof het een wagen is van de Gouden Eeuw of van de Middeleeuwen. Lijkt het een beetje op. En het is alsof een standbeeld van iemand eraf hebben gehaald waar ze boos op zijn, diegene. En dan ziet dat het zo een beetje uit. Ik weet niet wat ik hier verder aan moet vertellen, zeg maar. Dan door naar de volgende wagen van Buurtschap Rijsbergen, Ontkleuren. Ik vind deze wel cool op zich. Het is een naaimachine / stoomtrein in elkaar. Ik denk wel dat het ook bedoeld is voor een stoomtrein, want je ziet zo die voorkant, dat is wel van in films bijvoorbeeld, en die wielen, dat is ook natuurlijk typisch stoomtrein. Dus, en je ziet ook rook aan de bovenkant, dus dat is ook weer typisch stoomtrein. En het lijkt alsof ze iets aan het, ik weet het al, ze zijn iets aan het ontkleuren, daarom heet het ook zo. En je ziet ook aan de achterkant van die doeken of lijntjes uit de wagen komen, en dan zie je die kleuren, dus zie je bijvoorbeeld de rood, donkerrood, rood, en dan oranje, licht oranje, geel. En dan dat soort kleuren. Alsof ze de kleuren uit iets aan het halen. Dus dat, ik vind deze wel cool, ik weet niet waarom. Maar iets zeg maar aan deze wagen dat hij op zich best wel hoog gaat rijden. We hebben de volgende van Buurtschap Laarheide, die heet Vondst. Je ziet gewoon eigenlijk een heel grote boot. En je ziet ook, wat ik hier zie bij dit plaatje, zeg maar, van de wagen. Zie je ook allemaal mensen aan de voorkant er staan, alsof ze allemaal foto's aan het nemen zijn. Omdat ze misschien wel een heel oud schip hebben gevonden. En het lijkt alsof het in een heel grote hoop met zand is. En het lijkt ook alsof er omheen allemaal stijgers zitten. Ja, ik vind deze vind ik ook wel cool of zo. Ik weet niet. Sommige wagens heb ik bijvoorbeeld bij verschillende jaren. Die vind ik gewoon voor een of andere reden cool. En dat is dus waarschijnlijk bij veel van deze wagens ook zo. Gaan we naar de volgende wagen van Buurtschap Het Stuk. Die heet Leegte. En het zijn mensen die in een kringetje staan. Die hun handen vasthouden. En dan zie ik daaromheen van die kleine podiumsachtig, waar ook mensen op staan. Ik weet niet wat hier nog verder mee gaat gebeuren, maar wat ik hier zie, mijn mening, ik vind hem niet heel, niet echt de beste. Er is niet heel veel aan. Je kan, misschien is hij wel anders bij als wagen bij het Corso, maar dat gaan we nog wel zien. Dan gaan we naar de volgende wagen van Buurtschap Raamberg. You'll never walk alone. En dat is, je ziet mensen in het midden. Het lijkt een beetje alsof ze in een kerk zitten. En dan bovenop ziet het eruit van die standbeelden die dan aan het zingen zijn, lijkt het. Ja, mijn mening is, ik vind hem niet heel boeiend. Ja, het kan altijd anders zijn bij het echte Corso. Misschien krijgt hij nog wel kleur, maar anders zou hij op zich niet heel speciaal zijn of iets. Naar de volgende wagen van Buurtschap Molenstraat, die heet 8 miljard. En dan niet letterlijk 8 miljard geschreven, maar gewoon echt met nullen. En dan gaan ze een soort van vieren dat er 8 miljard mensen zijn in de wereld. En er stond bij de beschrijving ook bij, volgens mij, dat het een soort van spiegel is van de mensen die dan nu zijn op de wereld. En dan,
Ik vind deze ook niet super boeiend, maar ook weer wel. Ik weet niet. Ik heb nog niet echt een mening over deze, als ik heel eerlijk moet zijn. Naar de volgende wagen van buurtschap Wernhout. Die heet Gouden Regen. Ja, het zijn twee wagens met vier bomen, als ik het zo goed zie. Of drie, vier, vier, drie. Ja, hier is ook niet heel veel speciaals aan, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar hij ziet er nu eigenlijk alleen nog maar een beetje wit en zwart uit. Maar dat kan ook zomaar nog veranderen bij het Corso zelf. Dus dat gaan we zien. Dat zeg ik echt zo vaak. Nou ja. De volgende wagen van buurtschap De Markt. Die heet Ganzenpas. Het zijn drie ganzen met eigenlijk allemaal trompetdingen op hun rug. En eentje heeft zijn snavel dichtgetaped. Dat is ook niet echt heel... Het lijkt alsof ze iets moeten doen. Alsof ze iemand slaven zijn. Dat lijkt erop. En je ziet ook op hun buik dat ze van die knopjes hebben dat ze de muziek kunnen spelen. Nou, ja. Ik vind deze op zich wel grappig. Ja, ganzen zijn natuurlijk sowieso wel grappige dieren. En dan maak ze daar een wagen over. Ja, deze is wel leuk op zich, vind ik. Mijn mening, hè. Ja. Dan gaan we naar de volgende wagen van buurtschap Een Kleine Zundertse Heikamp. Die heet Betoverd. En deze vind ik toch wel heel vet, moet ik zeggen. Het is een soort van, het lijkt een beetje op een trol met twee hele grote slagtanden. Met een boom op zijn rug. Die komt uit de grond. Ik vind deze wel gewoon vet, want het lijkt een soort van trollachtig iets. Ik vind hem wel cool op zich. Ja, Klein Zundertse Heikamp heeft elk jaar wel een beetje van die enge wagens, om het zo even te zeggen. Maar Dan gaan we naar de volgende van buurtschap Helpt Elkander. Die heet Justice. En deze vind ik op zich ook wel vet, moet ik zeggen. Het lijkt op een standbeeld. Weer een soort van standbeeld. Het lijkt een beetje op die toren uit New York. Ik ben heel even de naam vergeten, maar dat maakt voor de rest niet uit. Statue of Liberty, dat is hem. Maar ik heb wel gelijk. Het zag er inderdaad zo'n beetje uit als de Statue of Liberty. Ik vind deze op zich wel cool. Lijkt alsof hij een soort van weegschaal vast heeft. En een zwaard lijkt wel, een zonzwaard. Ik vind deze op zich wel cool. Lijkt ook wel dat deze in de top 5 gaat eindigen. Want Helpt Elkander sowieso best wel een goed buurtschap die vaak hoog heeft. We gaan naar de volgende wagen van buurtschap Laar Akkermolen. Die heet Wachtrij. Het zijn mensen die in een wachtrij staan natuurlijk. En het lijkt alsof ze onthoofd zijn. Ik vind... Het lijkt een beetje dat de helft van de lichaam, rood zijn. En de andere helft, wit. En ze zitten in een soort blokjes. Ik weet niet of dat ook bij het echte Corso zo gaat zijn. Of dat het alleen bij de maquette, de foto hiervan is, zeg maar. Zo. Maar dat gaan we zien. Dan hebben we de volgende wagen van buurtschap Potijn. Die heet Nanook. Ik vind deze, een ijsbeer. Dierenwagens doen het vaak goed, maar ook, het kan ook zomaar anders zijn bij het Corso. Maar deze vind ik op zich wel cool. Het lijkt alsof een ijsbeer die gaat verhuizen of zo. En hij heeft een hijskraan op zijn rug. Ja, ik vind deze op zich wel cool. Mijn mening is dat deze waarschijnlijk in de top 10 gaat eindigen. Ik heb zo'n gevoel. Maar dat zien we nog wel. De wagen van buurtschap Tichelaar. Dat is eigenlijk gewoon een hartje. En ik moet hier even twee foto's voor doen. Want het waren twee foto's op Instagram. Want daar heb ik de foto's ook van. En het zijn vissen. En je ziet allemaal hartjes overal. En ik heb niet echt een heel goede mening over deze. Ik vind hem op zich wel cool. Ja, dit wordt volgens mij ook best wel een lange wagen. Met drie wagens achter elkaar. Ja, cool. We gaan door naar de volgende wagen. Die is van Velstraat. Die heet Afwas. En het is gewoon een heel groot hoopje met afwas. En het is ook best wel iets van mij. Want ik moet vaak de afwas doen, zeg maar. Dus dat is ook wel geinig. Nou, niet echt leuk, maar zo van geinig dat ze de wagen zo hebben gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk gewoon een heel groot hoopje met afwas. En ik zie heel veel borden en pannen en bekers. Ik heb deze, mijn mening over deze is, ik vind hem wel leuk gewoon. Is eigenlijk
ja, gewoon een hoopje afwas. Leuk. De volgende wagen van buurtschap Ut Kapelleke. Die heet Dobberen. Ik vind deze op zich ook wel leuk. Het zijn er gewoon heel veel eendjes die zo op als soort, ja, hoe heet dat? Golfjes. Ja, dobberen gewoon. Ja, golven, want het is water natuurlijk. En daarom dobberen ze ook. Deze dobberen ze ook. En ik vind deze wel geinig. Mijn mening over deze is... Ik vind hem wel grappig. Gewoon, ja, allemaal eentjes die aan het dobberen zijn op het water. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou. Dan gaan we naar de volgende wagen van buurtschap De Lent. Die heet Vinyl. En dat is een wagen van, ja, van die muziekdingetjes die dan zo draaien. En de vinyl is eigenlijk dat ding dat draait, dat ze erin, die disc dat ze erin moeten zetten. Ja, mijn mening hierover is... Ik vind hem wel geinig. Ik heb wel zo'n gevoel dat deze ook ja, muziek op de wagen gaat hebben. Ja, waarschijnlijk wel gewoon muziek van die disc. En mijn mening over deze, ik vind hem wel, ja, geinig. Ik denk dat deze zo'n beetje tussen de 15 en de 10 gaat eindigen. Dat denk ik. Alweer aangekomen bij de ene laatste wagen van buurtschap De Berg. Zware last. Ja, een pakezel die een heel grote kar met allemaal zakken. En volgens mij is het van auto dingen. Want ik zie allemaal, ja, auto-ongeluk en van die benzinecijfers. Waarschijnlijk is het dat over auto dingen en zo. En die gaat over een brug. Ik vind deze op zich, ja, wel geinig gewoon. Ja, een ezel. Ja, een pakezel. Gewoon. Nou, dat is, ik heb hier niet echt veel meer over te vertellen. De laatste aangekomen en dan hou je natuurlijk het beste voor het laatste. En dat is mijn buurtje, buurtschap Schijf. Ik heb het shirt van 2022 ook aan. Is niet gepland, mijn paradijsvogel shirtje. Die is heel mooi natuurlijk. Maar deze wagen is een soort man en er zit een wiel. Ik denk dat ze deze man, ja, gevangen hebben genomen en die dan vervoeren ergens heen. Want je ziet ook, hij heeft volgens mij een handboei om zijn hand en om zijn nek heen. Dat ziet er zo naar uit. Maar ik ben heel benieuwd wat... ik ga natuurlijk ook ondervragen in de tent. Ik ben heel benieuwd wat hiermee gaat worden. Dat was de laatste wagen. Mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en nuttig vonden. Als jullie de wagens nog niet, ja, wisten of kenden, zeg maar. En ik wil ook nog in de één mededeling zeggen. Want Klein Zundert heeft nog geen ontwerp. Dus dat... Als die wel een ontwerp hebben, ga ik daar een klein videootje over maken. En dan, ja, dan zie ik jullie dan. Hoi!